Een 19-jarige automobilist uit Jubbega is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de A32 nabij de afslag Sneek. De vrouw die in de richting Grauw reed, moest uitwijken voor een donkergekleurde Opel die bezig was met een inhaalmanoeuvre. Daardoor raakte het slachtoffer met haar auto in de middenberm en verloor vervolgens de macht over het stuur. Door de aanrijding liep de vrouw nekletsel op, waardoor zij per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Het ongeval vond plaats tegen 5:30, midden in de avondspits. Het verkeer uit de richting van Leeuwarden en vanaf de Wolddwaai liep dan ook volledig vast.